gewoon ook. Ja, tuurlijk joh. Alle content is gewoon bereikbaar. Bijna alles werkt zonder cookies. Hey, het is een beetje rustig. Ja, inderdaad. Misschien omdat we zo vroeg zijn. Een soort van privé keldertje. Nou, we hebben de camera weer aan de buitenkant zitten. Dus ik ga weer eventjes weg om de boel eraf te halen. Zo, dan zet ik deze even hier neer. Niet lekker, hè? Nee. Zo. Niemand hoort mij nog. Nee, het ruikt inderdaad een beetje chemisch buiten. Ja, naar chemisch autowasmiddel. Ja, dat wordt flink... ik weet het, want normaal ruik ik dit niet. Dus misschien maken ze alles extra schoon of iets dergelijks. Ja. Dus jongens. Dat is echt niet gezond meer, denk ik. Ja. En hoe is het met het magazine? Met de Daily Smashing Daily? Nou ja, wel goed. Ik schrijf gewoon door. Ik heb... ik schrijf tegenwoordig gewoon allemaal op maandag. Dat is ook wel lekker. Dan heb ik de rest van de week heb ik 's avonds de tijd om nog wat te nerden. Oh ja. Oh, en... nou, dat gaat wel goed. Ja. Het enige is dat de Vitaly Friedman, de chief editor, die vindt dat er te weinig bezoek op komt. Dus oh. Die zat een beetje te kijken van, ja, hoe krijgen we daar meer bezoek op? Oké. Okay. Nou, ik heb een paar voor de hand liggende voorstellen gedaan van publiceer hem elke dag op de homepage. Dus dat gebeurt nu. Ah, oké. Okay. Dat is wel heel gaaf. Elke dag wordt hij gewoon als een standaard blogpost op de homepage post. En die homepage heeft dus echt heel veel bezoekers. Dat is wel heel tof. Zijn het nou over het algemeen Europese bezoekers? Of is het echt wereldwijd? Ja, het is echt wereldwijd. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus dat zijn... Ja, maar ik vroeg me inderdaad af of er een soort van verschil is tussen... hoe heet het? Europese ontwikkelingen op het web... En de Amerikaanse ontwikkeling. Die zullen zich elkaar wel volgen natuurlijk. Maar ik hoorde... Ja, dat is ongeveer hetzelfde hoor. Voor Webland is wel echt wel heel erg wereldwijd. Ja. Met wat eilandjes. Zoals bijvoorbeeld Frankrijk. Het is echt heel weinig mensen uit Frankrijk die meedoen aan die... Goedemorgen. Hoi. Foto's kunnen maken. Ja, doe maar een... gewoon was en drogen. Was en drogen, 7,5 euro's. Alsjeblieft. Geen Polish pakket meer. Nee. Dank je. En twee water. Ja, dank je. Een hele fijne dag. Jij ook. Dank je wel. Zo. Nou, feedback dan maar. Ja. Heb je nog dingen gehoord van het, uit het publiek? Eén iemand zei, dit is de beste wasstraat ooit. Ach, wat de vorige. Ja, volgens mij. Mijn collega moest heel hard lachen, omdat we hadden het vorige keer over de... Hoe heet dat ook alweer, dat drankje? Oh, Red Bull. Red Bull, ja, ja, ja. En dat we zeiden dat we... niet meer zoveel zin hebben om ons nek te breken. Nee. Ja, die hoorde ik ook inderdaad. En ik heb geprobeerd de clips eens uit te nutten.
Want ik had natuurlijk een artikel geschreven in, voor Customer Talk. Oh, ja. En ik heb even aan de redactie gevraagd of ze ons stukje waarin we dat bespraken, dat die dat dan ook eventjes op in het artikel zetten. Oké. Okay. Dat vond ze wel tof, geloof ik. Oké, okay. Nou gaaf. Leuk idee. Ja, inderdaad. Ja, daar is het ook eigenlijk voor. Weet je wel, ik probeer een beetje De linkbaarheid te vergroten. Nou, voornamelijk de klikbaarheid. En daar gaan die korte stukjes dan, of relatief korte stukjes, want ze zijn 10 minuten. Ja. Vele mensen vinden 45 seconden al te lang. Maar het is dus, ik wil het liefst dat mensen ook echt een heel klein clipje kunnen selecteren. Dus dat, kunnen, sorry, dat... dat is een heel klein... Amai! Dat ze een heel klein clipje kunnen selecteren en dat kunnen delen met mensen. Dat zou eigenlijk, dat zou heel gaaf zijn. Ja. Maar ja, dat uitvinden, daar zijn we heel erg afhankelijk van de mogelijkheden van de videoplayer en zo. Ja. Ligt aan mij of is deze luider dan de andere? Wat een apparaat. Dit is ook echt meer voor Kiki dan voor ons, geloof ik. Nou, de Kiki die wil niet. Nee, die wil niet. Nee, ik heb weer gevraagd of ze zin heeft om weer eens mee te gaan. Nee, nee hoor. Nee. Nee. Dat komt vast nog wel een keer. Later, ja. Ik denk dat mijn neefje het helemaal geweldig zou vinden. Maar dus het maken van clipjes, dat is iets wat gewoon nog, wat ook nog niet bestaat. Je kan toch al wel linken naar stukjes in filmpjes? Nou, bij YouTube kan dat inderdaad. Dus je kan zeggen van oké, start vanaf dit vraag of vanaf deze dit aantal seconden. Ja. Maar bij Vimeo heb ik dat nog niet gezien. Okay. Dat zou inderdaad wel heel erg tof zijn als we dat zouden kunnen doen. En ja, deeplinking eigenlijk, hè? Deeplinking zoals je dat in artikelen ook zou willen kunnen of zou willen doen. Ja. Maar goed. Wacht eventjes tot de Audi, wat is dit in hemelsnaam? Audi heel groot voor ons weg is. Zal ik straks gelijk de ster weer even recht overeind zetten? Ja. Want hij ziet er echt helemaal plat. Oh ja, nee, inderdaad. We hebben geen Polish wash, dus... Nou, kijk, hier zijn ze ook weer aan het bouwen. Komt vast weer een prachtige loods, denk je ook niet? Ja, ik denk het wel, ja. Ik weet zeker dat Amsterdam vooral, die heeft echt nog een groot gebrek aan loodsvormige gebouwen. Ja, nee, dat wordt erg mooi. Ja. Sowieso Nederland, hoor. Dan zijn ze goed bezig met het bouwen van mooie loods. Ik vraag me af of dat op een zeker moment een soort van status gaat krijgen, net als... wat we aan de grachten in Amsterdam hebben, weet je wel. Dat waren ook loodsen. Oh ja, 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 ja. Dat die mooi gaan worden. Dat we in de toekomst zeggen van, oh wauw, moet je kijken. Dat is echt een karakter. Oh, sorry. Sorry jongens. Oh, je zit op zijn kop. Ja, zet hem even ergens neer, want dan kan ik hem de camera erop zetten. Ik zet hem wel weer daar op onze foto's unieke plekje neer. Zo, laat die op.
Nou, eventjes. En ze eruit. Ik zweer het je, er zit nu alweer poep op. Wat? Achterop te gaan. Echt waar? Ja. Of nog steeds, dat kan ook. Dat zal het wel zijn. Het is mooi, ik wil mijn geld terug. Dat is een duivennest. Ja. Zo boven de uitrit zit. Ja, dat is een goed verdienmodel.